Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag is het tijd om met mijn voetbalteam op voetbalkamp te gaan. Maar voordat ik naar voetbalkamp ga, is er een oud beestje waarvoor ik moet zorgen. Pien, die moet naar de dierenarts toe. Mijn ouders, die zijn een paar dagen wezen fietsen. Die komen vanavond thuis. Maar ik ga natuurlijk nu weg naar voetbalkamp. Dus de honden zitten even alleen. Maar als ik dit opneem, is het vrijdag. Mijn ouders zeiden, Dom, voordat het weekend begint, kan jij dan even met Pien naar de dierenarts. Anders moeten we tot en met na het weekend wachten. En dat is gewoon kut. Want weet je wat Pien heeft, Pien? Kom eens. Gaat ze in het hoekje liggen hier zo. Kijk, ten eerste heeft ze iets heel raars aan haar oog. Bij haar linker oog. Ik weet niet of je het kan zien. Het is roze, zwart, allemaal bultjes, helemaal dik. En dan heeft ze ook nog te rare lange nagels. Die moeten een beetje geknipt worden. En ze heeft een hele kale plek aan de zijkant. Maar dat is geloof ik niet deze kant, maar de andere zijkant. En op die kale plek is het helemaal aan het schilferen. Allemaal stukjes huid die loslaten. Echt te goor, te vies. Misschien doet het ook wel pijn, dus we willen het zo snel mogelijk laten checken. Dus ik ga even met Pien naar de dierenarts voordat ik op voetbalkamp ga. Maar jongens, ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat Pien op de laatste paar maanden... Ja, jullie snappen wat ik bedoel. Pien die gaat wel. Ja, ze is nog heel blij en ze eet goed, ze drinkt goed. Alleen lichamelijk, je ziet alles. Ze begint van alles te mankeren. Je ziet het aan haar, ze loopt minder goed. Ja, misschien, ik reken er gewoon op dat ik er gewoon misschien zo snel mogelijk al kan verliezen. Daar moet je je wel een beetje op instellen, hoe erg het ook is. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met Pien. Pien is 14, ik ben 19. Dus ik weet eigenlijk bijna niet beter. Maar ja, het is niet anders. Je rekent erop. Je gaat ervan uit dat het op een gegeven moment gaat gebeuren. Maar het kan ook zijn dat Pien gewoon nog 2 jaar meegaat. Of 3 jaar, maar je weet het niet. Je houdt er gewoon rekening mee. Maar omdat ze zo oud is, is het dus belangrijk om er zo snel mogelijk bij te zijn. Dus ik ga Bobo meenemen, of Pien meenemen in de RS3. En dan gaan we even naar de dierenarts. Gaan we even alles laten checken. Wow. Hey Bobo, jij mag niet mee. Ga maar naar binnen, schat. Lig je lekker achterin, Pientje? Oh, je ligt lekker te likken, joh. Ik heb een kleedje neergelegd voor Pien. Dan gaat ze altijd lekker rustig liggen. En dan beschadigt mijn leer niet. Dus ik heb de airco hard aangezet op zijn allerlaagst low. En dan, ja Pien, dan gaan we. Blijf jij lekker rustig liggen? Daar hoef ik me niet druk om te maken, denk. Kijk, Bobo, die denkt, nee, ik ben helemaal alleen. Bobo, we zijn zo terug, hoor. Pien? Ben je al dood of wat is er aan de hand? Pien doet nooit moeilijk in de auto. Bobo die gaat piepen, die wordt gek. Pien is altijd rustig, maar ze slaapt letterlijk de hele tijd. Hé, hey, je wordt perfect wakker, Bobo. Ja, Pien. Dat beestje wil er natuurlijk niet uit. Kom maar, Pientje. Hé. Hey. Oude diebis, kom maar uit. Ik ga er wel weer helpen tillen. Oh, trouwens, nu zie je het heel goed. Kijk, ze zit helemaal onder de schilvers. Zie je dat? Oh. Jongens, ik ben een riem vergeten, maar ze loopt gewoon mee. Nou, daar zijn we. Ja, wat het probleem dus is, ze heeft sowieso een hele rare plek bij haar oog. Dit oog. En ze heeft een heel raar gat aan de zijkant in haar vacht. Met allemaal schilvers. En ze heeft hier een hele grote vetbult. En die heeft ze ook hier in haar oksel. Maar deze is al bekend bij jullie, geloof ik. Dit ziet er keurig mooi uit. Hier heeft ze wat vratjes rondom de oogleden. Ze lijkt er niet heel veel last van te hebben, want het oogje is heel mooi roze. Dus dat is eigenlijk goed en er lijkt ook geen beschadiging te zijn. Pien heeft eigenlijk nooit last gehad van al die stukjes huid. En nee. Heeft ze, overal heeft ze dat. Ja. En dan hier aan de zijkant zit echt een hele kale plek, hier ergens. Kijk, hier zo geloof ik. Ja, echt een dunne huid heeft ze, vooral heel veel schilvers. Oh, hier kijk. Oeh. En hier heeft ze waarschijnlijk ook... Zich een beetje kapot zitten krabben. Het is echt een flink plekje. Ja, ik denk dat het een droge huid is, maar ik ga voor de zekerheid even controleren op luizen. Sommige honden kunnen ook luizen ontwikkelen in de vacht, krijgen ze ook heel erg schilvers van. Oké. Okay. Dan moeten ze een middel krijgen tegen de luizen. Klinken de hart en longen wel gewoon oké? Okay? Die klinken helemaal zoals het hoort. Hart gaat een beetje snel, maar dat vind ik niet zo gek. Nee, ze heeft een hekel aan de dierenarts. De dierenarts die heeft wat monstertjes genomen. Stukjes huid, stukjes haar. Gaat hij onder de microscoop leggen in de kamer hierachter. En dan gaat hij kijken of hij iets kan zien. Zoals luizen of bepaalde huid die niet goed is. We gaan het zo horen, hij komt zo terug. Pien die staat alweer bij de deur. Die denkt, ik wil zo snel mogelijk weg. Arme Pien, hè. Je haat het, hè, hier. Als ik thuis kom, ga ik wel een nieuw shirt aantrekken. Kijk eens. Helemaal onder de zwarte haren van die... Van die ouwe. Is er wat te zien? Nee, goed nieuws. Alleen maar schilvers en wat afgebroken haren. Waarschijnlijk een beetje van wat krabben. Maar geen vieze beestjes, dus dat is heel mooi. Nou, helemaal top. Ik voel me gelijk wat chiller. Ja, je hoeft niet zo gekriebel te voelen, want er zitten geen beestjes in de vracht. Dus dat is heel fijn. Ik ben opgelucht. Er is niks ergens aan de hand. Pien heeft gewoon een oude, droge huid. De haren gaan een beetje uitvallen. Ze krijgt daardoor een beetje kale, dikke huidplekjes. Om die huidplekjes te behandelen, zo'n vacht, heb ik speciale shampoo meegekregen. Hier, dat is shampoo.
die ontgist. Er staat hond 2 keer per week wassen en daarna na 1 week nog een keer. Contact met ogen vermijden. Als het goed is, verbetert dit haar huid. En dan heb ik ook nog dit gekregen. Dit is Omega. Omega 3 als het goed is. En dat is goed voor je huid. En dat moet ook gaan helpen. Het plekje bij haar ogen, dat was wildvlees en vratten. Ook niks ernstigs. Wel even in de gaten houden, zei hij. Als het erg blijft groeien en haar oog gaat dicht, dat is niet goed. Maar dat was nu niet het geval, dus dat is helemaal top. Voor de rest had ze hier een vetbult. En aan de zijkant was ook niks ergs. Pien is gewoon ontzettend oud. En vandaar dat ze al die dingetjes heeft. Maar ik ben wel opgelucht, want als het luizen had geweest, dan kan haar vacht ook helemaal schilferen en dan ben je verder van huis blijkbaar. Maar het is helemaal goed. Ik ga de airco lekker aanzetten. Dan ga ik die oude snel lekker naar huis brengen. Ga ik mijn spullen pakken en dan ga ik met al mijn matties verzamelen. Nou jongens, we hebben verzameld. Het is tijd om te gaan rijden. De mannen die... die gaan er gelijk tegenaan. Ik wacht nog even totdat ik er ben. Logisch. De navigatie geeft aan dat we 130 kilometer moeten rijden. Jongens, het was geen 130 kilometer rijden, maar 190 en we zijn er. Kijk. We zijn er. We hebben even zwaar doorgereden. Het is net een militair kamp dit. We hebben trouwens helemaal niet doorgereden. We hebben alleen maar file gehad. Iedereen is er bijna al. Kijk, alle auto's van alle coaches en iedereen die zijn rijbewijs al heeft. De meeste zijn wel 18, dus die hebben allemaal een rijbewijs. Maar jongen, wat hebben wij een file gehad. Iedereen is nu even zijn spullen aan het uitpakken. Ik slaap hier zo samen met een van mijn goede vrienden. Lekker naast elkaar. Mijn tas ligt hier onder het bed. En dan gaan we zo eten. Iedereen is nu al naar het eten toe. Ik ga me ook even klaarmaken voor het eten en dan even lekker chappen. En daarna zie ik het wel. Ik moet ook even kijken wat ik vlog. Wat ik wel en niet vlog. Ja, ik zie het wel. Ik zie het wel. Er staat iemand te douchen. Panzer die heeft een emmer water. Ja! Oh, je gooit alles over jezelf! Gozer! Je gooit alles over jezelf! Nog een emmer, nog een emmer. Panzer, 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 kom eens, Panzer, Wes. Oh, ik kom. Hey, Panzer. Hij rent helemaal naakt door dat gebouw, hè. Panzer, zag je zijn paniek? Weet je wat je deed? Weet je wat je deed? Had zijn telefoon in zijn handen. Die was helemaal doorweekt. Hij stond zo met zijn telefoon. Nee! Hij heeft toch een waterdicht telefoon? Heeft hij een waterdicht? Ik mag het hopen voor je. Nou, zoals jullie zien hebben we het aardig naar ons zin. We gaan nu de bierpong erbij pakken. Nee. Ik lach me helemaal kapot, jongen. Tuf je nou aan zijn been? Nee. Jawel. Nou, we gaan dit erbij pakken. Gaan we lekker stuiterpong spelen en bierpong. Oh, wat gebeurt er nou weer? Wat is het voor chaos? Wat gebeurt er? Iedereen is aan het kloten, jongen. Echt niet normaal. Let op, ik ga iemand laten schrikken. Hey Panzer, wat heb jij op je neus zitten dan? Ja. Een dikke korst? Ja, een korst. Oké, hoe komt dat? Nou, hij zat eerst een bultje. En je krapte erop. Toen krapte ik hem kapot. En nou zit een korst. En nou, is het een vlekje? Korst. Ik weet precies wat voor avond dit wordt. Dit wordt alleen maar kloten, lachen en nog meer kloten. Hey gast, we hebben het nog niet eens gedaan. Panzer Vuist! Wat is de lyrics nou? De lyrics is dat dit geen einde van de video is. En ja, dan moet je even natuurlijk abonneren. En subscribe, dat is hetzelfde, maar dan moet je gaan. Drink niet onder 18, tenzij het nog voor je ouders. Jeroen.wink op Instagram. En ik, Panzer Vuist. Nou ja, in ieder geval, wij gaan zo lekker slapen. Ik ga jullie morgen zien bij een goed nieuwe vlog om 5 uur. En dan ga ik nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Yo! Je bent op mijn camera gaan liggen, gek. Mag ik hem terug? Oh.